Sometimes people pass off themselves as Christians. Vaak zien mensen zichzelf als christenen. Because they're not in warfare. Omdat ze zich niet in een oorlogsgebied bevinden of in een oorlog bevinden. They know about God. Ze weten af van God. But they don't know, they've never experienced the power of God. Maar ze hebben nog niet de kracht van God ervaren. They have intellectual assent. Ze hebben dus een intellectuele overtuiging. Theological knowledge. Theologische kennis. But practical power. Maar praktische kracht. Practical seeing the power and experiencing the power of God. Maar een praktisch ervaren van de kracht van God. In saving souls. In het redden van zielen. In transforming lives. In de transformatie van levens. In deliverance from principalities and powers. In bevrijding van principes en machten. They have not experienced. Dat is dus vaak uitgebleven. And many of our young people. Veel van onze jonge mensen. They are just coming to church. Komen slechts naar de kerk. But they have no sense of purpose. Maar ze hebben totaal geen besef van een of ander doel. And many things in the world occupies their time. En heel veel dingen in de wereld houden ze bezig. So this afternoon for a little while. Dus deze middag. About the battles of the mind. Gaan we het hebben over het conflict of de strijd om het verstand. We go to the Bible. We gaan naar de Bijbel. We're going to look at some things that are taking place. We nemen een aantal dingen nemen waar we plaatsvinden. Also, I'm trying to see if I can pull up this other one. Father in heaven. Father in heaven. As we open your word, we ask for the presence of your Holy Spirit. Deze vraag van de Heilige Geest. Give us understanding of the scriptures. Wilt ons verstand en begrip geven van de schriften. Help us rightly divide the word of truth. En het woord van u recht te snijden. We ask all this in Jesus' name. En ik vraag mij alles in Jezus naam. And for his sake. En voor zijn genade, voor hem. Amen. Amen. In Ephesians chapter 6. In Ephesians hoofdstuk 6. Looking at verse 10. Kijk naar vers 10. The Bible says, finally, my brother. Verder, mijn broeders. Be strong in the Lord and the power of his might. Word versterkt in de Heer en de sterkte van zijn hand. Put on the whole armor of God. Bekleed u met de hele wapenrusting. That ye may be able to stand against the wiles of the devil. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Now, notice the first thing the Bible says is put on the what everybody. Wat is het eerste dat de Bijbel ons gebiedt te doen? Whole armor of God. Bekleed u met de hele wapenrusting. What is the whole armor of God? What is the armor of God? Wat is de wapenrusting van God? Can anybody tell me what the armor of God is? Kan iemand dat zeggen? Holy Spirit. Holy Spirit. De Heilige Geest. Anybody else? You've read this text for many years. I want to know, what is the armor of God? Wat is de hele wapenrusting van God? Somebody said faith. Is sommige zeggen geloof. Amen. Ten Commandments. Ten Commandments. Peace. And I didn't add in the Ja, wat is dus de armor van God? De wapenrusting. What is this armor? Okay. First of all, let's talk about armor for one. Right? Laten we kijken naar de wapenrusting. Protection. Armor is protection. Armor is used for protection. Correct. All right, let's talk about this for a moment. Let's just see what the Bible means when it says put on the whole armor of God. We gaan kijken wat de Bijbel zegt wanneer het wat de Bijbel bedoelt wanneer het zegt doe de hele wapenrusting van God aan. The reason why I'm asking you this. De vraag waarom dit gesteld wordt is. Because most Christians do not believe they have to put on armor. Veel christenen geloven niet dat ze een wapenrusting moeten aandoen. They do not realize they wrestle not with flesh and blood. En beseffen niet dat ze niet vechten met vlees en bloed. Turn in your Bibles for a moment. 2 Corinthians
10:4. Laten we gaan naar 2 Korinthe 10, 10, vers 4. 2 Korinthe 10, vers 4. Let's start 2 Korinthe 10, vers 4. Okay. 2 Corinthians chapter 10, verse 4. Now, before we go there, let me just put it in order. Let me try to have an order for you. Ik wil dat we er wel structuur in hebben en op orde. Go back to Ephesians 6. Keep your finger in 2 Corinthians 10, 4. Go back to Ephesians 6. And let's read verses 11 and 12 together. Laten we eerst. So we can see why we need to have on this arm. Laten we onze vinger houden in 2 Corinthians 10, vers 4. En terug gaan naar Ephesians hoofdstuk 6. Terug naar Ephesians 6. The Bible says here. Vers 10 en 12. It says, put on the whole armor, finally, my brother, and be strong in the Lord and the power of his might. Verder, mijn broeders, wordt versterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Put on the whole armor of God. Vers 11. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. That you may be able to stand against the wiles of the devil. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. It says, for we wrestle not against flesh and blood. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. But against principalities and against powers. Maar tegen de overheden, tegen de machten. Against the rulers of the darkness of this world. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van against de tijd. Spiritual wickedness in high places. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Now notice it said, we wrestle not against what everybody. De Bijbel zegt dat we vechten niet tegen vlees en bloed. Flesh and blood. But with spiritual wickedness in high places. Maar tegen geestelijke duisternis. Now, the Bible said we must put on this armor because in verse 11 it says, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Dus het doel van het aandoen van de wapenrusting is om stand te houden tegen de listige verleiding van de duivel. The word wiles means the methods. It's the Greek word methodios. Het is van het Griekse woord methodia, dat betekent dus de methode. Where we get our word method. Waar we het woord methode krijgen. It refers to certain techniques or stratagems that Satan uses to attack each one of us. Dus het duidt bepaalde technieken en methoden die Satan gebruikt om elk van ons dus aan te vallen. In the book Great Controversy, in het boek De Grote Strijd, Ellen White describes this method of attack in the section called Snares of Satan. Beschrijft zuster bij dus de aanvallen van de duivel in het hoofdstuk, ja, de valstrikken van de duivel. And she describes each way that Satan goes after each person. He has categorized all of us into certain classes. En wat Satan doet is dat hij ieder van ons categoriseert in een bepaalde groep. En ons verdeelt in een bepaalde groep. En daar heeft hij allemaal, voor elke groep heeft hij zo zijn aanval. And he prepares his temptations and stratagems. En hij bereidt zijn strategieën en aanvallen zo voor. Especially for you. In het bijzonder voor elk van ons individueel. Voor mij. What affects you may not affect me. Wat mij dus beïnvloed heeft, wellicht geen invloed op u. Yet the spirit of prophecy says he has studied man and he has studied man's his anatomy and his mental and physical makeup. Dus wat de geestelijke profetie zegt is dat Satan een studie heeft gemaakt van de hele mensheid in al zijn facetten en faculteiten. Sometimes we forget. Soms vergeten wij that we are wrestling with demons. Dat we aan het strijden zijn met demonen. Fallen angels. Gevallen engelen. That left their first estate, that were cast out of heaven. Die de hemel uitgeworpen zijn vanwege hun rebellie. Sometimes we forget they are relentless in their pursuit to destroy humanity. En soms vergeten wij dat ze kosten nog moeite sparen om de mens te vernietigen. If we can only see. Als we slechts een konden zien. Many of us would fear to do or say things that we have done in times past. Zouden velen van ons schrikken van de dingen die we in het verleden hebben gedaan, wat we gezegd en gedaan hebben. Now go with me to 2 Corinthians 10:4. Nu gaan we naar 2 Corinthians 10 vers 4. But the Bible says the Bible says we must put on armor because we're dealing with the devil. De Bijbel zegt: neem een wapenrusting op, want we hebben te maken met de duivel.
And the Bible says, for you and I to deal with the devil, we need weapons. En de Bijbel zegt dat om weerstand te kunnen bieden, hebben wij wapens nodig. Most people say, well, you're a Christian, you don't need to carry a weapon. Veel christenen denken dat ja, het niet nodig is wapens te dragen, want we zijn immers christenen. That appears to be true. En dat op het eerste aanzicht lijkt dat waar te zijn. However, the Bible says that we must carry a weapon. Alhoewel de Bijbel toch erbij blijft dat we een wapen moeten dragen. Not just one weapon, en niet slechts één wapen, but weapons, maar wapens, meervoud. To deal with the devil and his angels. Om af te kunnen rekenen met de duivel en zijn engelen. Now, if God tells you to carry a weapon, als de Bijbel ons benadrukt of opdraagt wapens te dragen, because of an enemy, vanwege een vijand, that is much stronger than you. Die vele malen sterker is dan u en ik. But even though you have God, God says, I'm going to give you the weapons that you will need to fight this foe. En God die geeft ons de wapens om dus weerstand te bieden. Look here, folks. In 2 Corinthians 10:4, the Bible says. 2 Corinthians 10, verse 4. Yeah, 2 Corinthians 10:4. The Bible says, for the weapons of our warfare. Want de wapens van onze strijd. Stop. What is our warfare? Wat is onze strijd? Now, I want you to think it through. Your warfare is that when you get home and your husband's acting crazy, your wife acting crazy. Als uw man echtgenoot zich misdraagt. The Bible says the weapons of your warfare is for the devil and his angels. De wapens van onze strijd zijn bedoeld of gericht tegen de duivel en zijn engelen. Now, first of all, too many Christians have a cliché. Veel mensen die veel christenen vallen in een cliché. And some preachers will say, take your Bible. En sommige predikers kunnen zeggen, neem die Bijbel. And say, against the devil. En zegt, ja, en toon het of ja, hou het voor de duivel, zeg maar. Or just have your Bible with you. Of hou die Bijbel gewoon bij je. Having your Bible with you. Neem die Bijbel mee. And not knowing the scriptures. Zonder er in te lezen. Makes you more vulnerable to the attacks of the devil. Maak je juist eigenlijk kwetsbaarder voor aanvallen van de duivel. Because unless you know the scriptures. Want tenzij wij de schriften goed kennen. And the promises of God against the temptations or the attacks or trials of Satan brings. En de belofte van God die weerstand bieden aan de aanval van de duivel. You have no power. Ontbreekt mijn macht. To resist the temptation. Om de verleiding te weerstaan. I want you to understand. The Bible says the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Now the Bible says also in verse 5, casting down imagination. Want wij breken valse redeneringen af. In order for you to use God's warfare, om Gods strijd te voeren, you must meet the condition for using. Moeten we aan de volwaarden. The condition is that you must cast down, be willing to cast down imaginations. De voorwaarde is dat we bereid zijn valse redeneringen af te breken. Listen carefully. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. It says here, bring into captivity every thought to the obedience of Christ. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. If you won't meet this condition, als je hier niet aan voldoen, you cannot, you will not have victory over principalities and powers. Zullen we geen overwinning behalen over macht en duisternis, principes en duisternis, macht en overheden. How is it that people can watch people, how is it that as Christians that we can be satisfied with the form of godliness and deny the power? Hoe komt het dat wij als christenen voldoening vinden in een ervaring van een vorm van goddelijkheid, maar ontkennen van de kracht daarvan? The reason why is because while we profess to have God's weapons, het punt is dat alhoewel wij belijden Gods wapens te dragen, we have not been willing to meet the condition
for the power to be used, working through us, for the weapons to be actually manifested. Hebben wij ons niet overgegeven aan de voorwaarden, dat is namelijk het afbreken van valse redeneringen. In order to deal with the devil and his angels. Om met de duivel en zijn engelen af te rekenen. The scripture just said. Heeft de schrift gezegd. You must cast down every imagination. Moet iedere valse redenering afgebroken worden. And every high thing. En elke hoogte die zich that's in you. Die zich in ons bevindt. From yourself. Vanuit onszelf. From your self-centeredness. Van onze zelfzuchtigheid. And from worldly thoughts and ambitions. Wereldse gedachten en ambities. You must cast it down. Het moet dus afgebroken worden. And bring all your thoughts. En al onze gedachten. Into obedience to Christ. Moeten dus in Christus gehoorzaamheid onderworpen worden. If you don't do that, als we dat dus nalaten, you will go to church. Kunnen we naar de kerk gaan? You will listen to sermons. En naar de overdenking luisteren. You will have church dinners. En middageten hebben op de kerk. And you'll be happy fellowshipping one another and talking about everything you study. Blij zijn en vreugde hebben in de gemeenschap. But when it comes down to real warfare, als het dus aankomt op die echte strijd in the street, op de straat, with a drunkard. Met een dronka, or a man that's possessed, of iemand die bezet is, you will flee. Zullen we vluchten? You will fear. En vrezen. You will not be willing to go and contend. En niet bereid zijn om, dus, om in de weerstand te doen. Because all your thoughts, want alle gedachten, are not in the captivity, zijn nog niet onderworpen, to the will of Christ, aan de wil van Christus. You know, you think I'm being exaggerated here. Misschien denk je dat we hier overdrijven. Let me help you out. Laat het even verder oplossen. In John chapter 3. In Johannes hoofdstuk 3. Listen carefully. John 3:34. Johannes 3, vers 34. It says, for whom God has sent, I'm listening here now. I'm talking about your thoughts for a moment. We hebben het hier even over de gedachten. But I want you to see something. Wil dat iets zien? John 3:34 says, for he whom God has sent, speak of the words of God. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Speak of what? Spreekt wat? The words of God. De woorden van God. For God does what? Want wat doet God? For it says, it speak of the words of God. Het spreekt de woorden van God. It says, for God giveth not the Spirit in measure to him. Want God geeft hem de geest zonder maat. What did the Bible say? Wat zegt de Bijbel? That God give not the what? Spirit, huh? De Bijbel geeft de geest niet, geeft zonder maat. In measure. By measure. How do you receive the Holy Spirit without measure? Hoe ontvangen wij de Heilige Geest zonder maat? How do we receive the Holy Spirit without measure? Hoe ontvangen wij het zonder maat? Because of what you got to contend with. Listen carefully. I want to share with you. I want to read something to you because I want you to see this very clearly from the Bible and also from the Spirit of prophecy. Ik wil dat we dit zien en lezen van de Bijbel. Nou, wacht. We gaan zien wat dit. First of all, Jesus had the Holy Spirit. Did he not? Yes. De Heer Jezus had de Heilige Geest. Yes. Did Jesus have the Holy Spirit in measure or without measure? Had Jezus de Heilige Geest in maat of zonder maat? Jesus had the Holy Spirit without measure. Yes. Zonder maat had hij de Heilige Geest. Alright, listen very carefully. In the book Our High Calling, in het boek dus onze hoge roeping, page 151, pagina 151, paragraph 5. Paragraaf 5. To Jesus. Tot Jezus. Who emptied himself. Aan Jezus die zichzelf ontledigde. For the salvation of lost humanity.
Dus die zichzelf ontledigde voor de verlossing van de verloren mensheid. The Holy Spirit was given without measure. Werd de Heilige Geest gegeven zonder maat. So it will be given to every follower of Christ. Zo zal het ook aan iedere volgeling van Christus gegeven worden. When the whole heart, wanneer het hele hart, is surrendered for his indwelling. Overgegeven is aan zijn inwoning. Wait a minute. When you understand this, the whole heart means all your thoughts. Als we hier even bij stilstaan, wat hiermee bedoeld wordt, hele hart, imaginations is houdt in al onze gedachten en al must be brought into subjection to the Word of God. Al onze gedachten en verbeeldingen moeten onderworpen worden aan het woord van God. Because you need the Holy Spirit, how? Als we de Heilige Geest nodig hoe? Without measure. Why do you need the Holy Spirit without measure? Waarom? Because you wrestle not with what? Waarom flesh and blood. Flesh and blood. Vlees en bloed. And you're going to run across some situations that you need the power of God dwelling not somewhere in the distance, but with you and in you. En we hebben de Heilige Geest vaak nodig, niet ergens in de op een afstand, maar in ons en met ons. Look what the Bible said in John 20:21. In Johannes 20, vers 21 en 22. We gaan naar Johannes 20, vers 21 en 22. God has not told you to meet the devil's angels in your own strength. We moeten de duivel niet in onze eigen kracht weerstaan. He has provided the power of the Holy Spirit on the condition that you will bring your thoughts into captivity. Maar hij gaf ons and empty yourself of yourself. De Heilige Geest op de voorwaarde dat we ons volledig onderwerpen aan God. Dying to self and sin. Sterven aan onszelf, aan ons eigen ik en de zonde. Then said Jesus to them again, peace be unto you, as my Father has sent me, even so send I you. Jezus, dat zei u tegen hen, vrede zij u, zoals de Vader mij verzonden heeft, zend ik ook u. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Now, one again, listen carefully. There is no limit. This is taken from Signs of the Time. Dit komt van het tijdschrift Tekenen der Tijd. Or in the book of Education, page 120. Of het is ook te vinden in het boek Educatie. Karaktervorming, pagina 120. There is no limit. Er is geen limiet. To the usefulness of those who put self to one side. Er is geen limiet aan de bruikbaarheid van hen die zich volledig ontcijferen. And it says, and to make room for the working of the Holy Spirit upon their hearts. En die dus ruimte vrijmaken voor de werking van de Heilige Geest op hun harten. And live lives wholly sanctified to the service of God. En die levens leiden volledig geheiligd tot dienstwerk van God. Now these are the conditions. Dit zijn de voorwaarden. Because you don't wrestle with flesh and blood. Omdat we niet vechten tegen vlees en bloed. You're in the world. We bevinden ons in de wereld. But because you have the Spirit of God and you're bringing your life into captivity and you're putting self aside and emptying yourself for the sake of God for others, you no longer live. Maar omdat de Heilige Geest inwoning maakt en om wij onszelf ontcijferen, kan de Heilige Geest werken voor het behoud van anderen. You have been crucified. Eigen ik is gestorven. You have died to self and sin. En u bent gestorven aan eigen ik en zonde. Now, I notice the youth making. Some of the young people, they have never even heard it. It's going to take them time to learn. En voor sommige mensen zal het nieuw zijn en tijd nemen om te leren. They first must fall in love with Jesus. Ze moeten eerst verliefd worden of van Jezus gehouden. Otherwise, they just go to church when they get older. They don't want to come to church anymore. Of anders willen ze gaan ze op een duur wanneer ze ouder worden stoppen met naar de kerk gaan. They have to see a need in their own life with Christ. Ze moeten de noodzaak in hun eigen leven zien om Christus te hebben in hun leven. But as a parent, maar als een ouder, grandparent, father, mother,
of vader of moeder. It's important that you die to self and sin. Is het ook belangrijk om aan het eigen ik en zonde te sterven? Children will not follow what you say as much as what you do. De kinderen zullen niet zozeer je woorden navolgen, maar meer je voorbeeld dat je nalaat. So it's important that you understand that we must put self aside that we might be sanctified. Daarom is het van belang dat wij ons eigen ik aan de kant zetten, zodat we heilig mogen worden. Only through sanctification can you deal with people who are dealing with demonic possession. Alleen door volledige overgave en heiliging kunnen we dus omgaan met mensen die bijvoorbeeld volledig bezeten zijn. Everybody is not mentally ill. Niet iedereen is mentaal ziek of niet goed in orde. But it takes a connection with God in much prayer and fasting. Maar vraag om een sterke, nauwe verbinding met God, relatie met God, bidden en vasten. To contend. Om dus weerstand te bieden. Aan de machten en overheden. You heard Diva talking about witnessing. U hebt Diva gehoord, die sprak over getuigen. Listen carefully. Luister. We cannot discern the character, it says here, so with the false of Christ. We can receive heaven's light only as we are willing to be emptied of self. Zuster Wijk zegt, zo is het ook met de volgelingen van Christus. We kunnen alleen het hemelse licht ontvangen als we gewillig zijn onszelf te ontledigen. We cannot discern the character of God. We kunnen het karakter van God niet onderscheiden. Or accept Christ by faith. Of Christus aanvaarden door geloof. Unless we consent. Alleen als wij ons overgeven to bringing into captivity every thought. Aan overgeven aan het onderwerpen van elke gedachte to the obedience of Christ. Aan de gehoorzaamheid van Christus. Why every thought? Waarom moet elke gedachte gevangen genomen worden? Because thoughts and feelings combine. Omdat gedachten en gevoelens samen make up the moral character. Het morele karakter bepalen. The moral character is the image of God restored in man. Het morele karakter is het beeld van God hersteld in de mens. It is not enough to profess Christ. Het is niet voldoende om Christus te belijden. It is not enough to just say we keep the Sabbath. Of, the Sabbath of, day of om te zeggen dat wij de Sabbath houden. It is not enough to profess to be a Christian. Of ervoor uit te komen christen. We must bring our thoughts into captivity that we will live this life. Elke gedachte moet dus in gevangenschap gevoerd worden tot gehoorzaamheid aan Christus. This is the only way we're going to stand against trials that come to us in different forms and temptations. En alleen als we in die hoedanigheid leven, kunnen wij weerstand bieden aan moeilijkheden en verleidingen die ons overvallen komen. There are some people who believe that they can be Christians. Er zijn mensen. Je kunt mensen hebben die geloven dat je christen kunt zijn. And they can watch this and do that over here and read this over here and everything. En dat ze en dat je dan maar als christen zijn en maar alles kunt lezen en tot je kunt nemen wat je wil. And they say it doesn't bother me. En dat ze dan ook nog denken dat ze niet beïnvloedt. But the real, if the truth really be told. Maar als de waarheid gezegd mag worden. They, as by doing this, they amalgamate the character development. Wat ze eigenlijk hiermee doen is het karakter ontwikkeling verwaarlozen en te niet doen. And they begin to deface the image of God. En wat eigenlijk gebeurt is dat het beeld van God juist uitgebreid wordt. And their power, or the power that they had in the beginning with the Holy Spirit to grow in grace and press towards the mark. En de kracht die men ooit bezat om door te zetten naar de prijs toe, becomes marred. Wordt dus verminderd en afgezwakt. And they're struggling to develop the character now. En opeens struggelt men dan om het karakter te vormen. Because they have brought in worldliness. Omdat de deur geopend werd voor wereldsgezindheid. And exposed their minds to things that they shouldn't have even let their minds go there. En omdat dus de gedachte, de hersen, denk, opengesteld is voor verkeerde invloeden. We consent to bring into captivity every thought to obedience of Christ. Wanneer we dus eraan toegeven, elke gedachte
gedachten in onderwerping aan Christus te brengen. To all who will do this. Voor allen die dit doen. This, who do this, the Holy Spirit. Voor allen die dit doen, zal de Heilige Geest. Is given without measure. Gegeven worden zonder maat. Now what is stopping? Nou, wat weerhoudt us, ons, in these end times, in deze eindtijd, for having this experience, om deze ervaring te bezitten? Because when this experience is realized and experienced, want als deze ervaring dus eigen is geworden en persoonlijk gemaakt is, Jesus' character will be seen in us. Zal Christus' karakter in ons gezien worden? And we will have power. En zal kracht ontbreken. En zal de wereld verlicht worden met zijn heerlijkheid. But what's that? Maar wat weerhoudt? This is why he told you to put on the whole armor of God. Daarom heeft God gevraagd. I ask you, what is this armor? Heeft God gebied dat wij de hele wapenrusting moeten dragen? The Bible said you and I must be strong in the Lord. De Bijbel zegt dat we, wat is dus de wapenrusting? What does it mean to be strong in the Lord? De Bijbel zegt eerst dat we sterk moeten zijn in de Heer. Wat houdt het in om sterk te zijn in de Heer? Go me to 1 Corinthians 16:3. Wat gaan we 1 Corinthians? 1 Corinthians 16:3. 1 Corinthians 16:3. 1 Corinthians 16:3, the Bible says here. And when I come, whosoever ye shall approve by your letters. En wie ik ben? Romans 13:12. What is this armor? In Romans 13:12, the Bible says what? The Bible says that. Everybody there? Yeah. Look what it says. The Bible says here, the night is far spent. The night is far vervorderd. The day is at hand. En de dag is nabijgekomen. It says here, let us therefore cast off the works of darkness. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen. Putting on the armor of light. En de wapens van het licht aandoen. What is the armor called? Wat wordt het de wapenrusting genoemd? Light. Licht. Light. Okay. Alright. What is light? Wat is licht? Jesus is the light of God. Go to John 8:12. Ga naar Johannes 8:12. John 8:12. Talk about this armor of light. Dan gaan we kijken naar de wapenrusting van licht. The Bible says, didn't speak Jesus again at them saying, I am the light of the world. Jezus zei, ik ben het licht van de wereld. He that followeth me shall not walk in darkness, but have the light of life. En wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. So Jesus is here considered to be what? Jezus wordt hier voorgesteld als het licht. Go me again. Talking about, I'm asking you, what is light? Go me to Psalms 119:105. Wat is nog verder licht? We gaan naar Psalm 119:105. Psalm 119:105. The Bible says, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Dus uw woord is een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad. We talking about armor of what? The light. Is licht. Over de wapenrusting van het licht. Alright, the question, do you have your armor on? Hebben wij onze wapenrusting bij ons? Do you have your armor on? Hebben wij dat? How much armor do you have on? Hoeveel daarvan hebben wij? Alright, we're going to see. Let's go a little closer. What else is light? Go to Proverbs 6:23. Proverbs 6:23. Spreuken 6:23. Bible said you must have on Christ's character. We moeten Christus karakter hebben. Bible says you must be armed with the word of God. We moeten dus bewapend zijn met het woord van God. Proverbs 6:23 says the commandment is a lamp and the law is a light and reproof and instruction are the way of life. Spreuken 6:23 zegt wat? Een gebod is een lamp en onderricht is een licht.
Bestraffingen en vermaningen zijn de weg van het leven. So wait a minute, what are three things you must have on? Welke drie dingen moet je dus aan? That you must be consciously aware of every day that you walk. Waar elke dag weer ons bij moeten stilstaan. Jesus. You must be aware of that you're putting on Christ. We moeten Christus hebben. And that you have the Word of God. Dat het woord van God hebben. But it's not you just carrying the Word of God. Maar het is niet alleen het woord van God dragen. It means the Word of God must be part of you. Maar het moet deel zijn van ons. Because it's through the Word of God you will be able to resist temptation. Want door het woord van God kunnen wij dus de versoekingen. Let me give you an example in 1 Corinthians chapter 10, verse 13. In 1 Corinthians hoofdstuk 10, vers 13. Look at 1 Corinthians 10, 13 with me. We gaan even naar 1 Corinthians 10, vers 13. Connect that with this issue of armor of God. We gaan het verbinden met de wapenrusting van God. 1 Corinthians 10, 13, the Bible says, in 10, for there is no temptation taking you but such as common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted, but that you are able. But with the temptation, make a way to escape, that you may be able to bear it. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet te overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. But now this word suffer, you see the word says, but there is no temptation, but it says, but God will not suffer you. This word suffer, in the actual Greek, it means to not leave you alone when you're tempted. Het woordje niet toelaten houdt eigenlijk in dat God niet toelaat ons alleen te laten. But the condition is, he will not leave you alone that if when you're tempted, you will turn to God. Hiermee wordt bedoeld dat hij laat ons niet alleen in de zin dat als we verleid worden, we ons weer keren tot God. The temptation can be what you're looking at the time. De verleiding kan zijn dat waar je naar kijkt op het bepaalde moment. It can be a form of a conversation that someone has that's enticing you. Het kan een vorm van een gesprek zijn die je dus op een of andere manier kietelt of aanstekelijk is. Most people look at temptation only in the areas where it might be pleasure and lustful passion. Dus vaak wordt verleiding gezien als iets dat te maken heeft met alleen maar passies en neigingen waar je dus die uitzend op genot. But when the 12 spies went through the land of Canaan. Maar toen de 12 spionnen naar het land Canaan gingen. And 10 came back with a report. En 10 terugkwamen met een verslag. What was their report? Wat was hun verslag? That they couldn't take the land. That they couldn't take the land. Dat ze het land niet in konden gaan. And what did that do to the people? Wat deed dat met het volk? Made them scared. It caused them to doubt. Het zorgde ervoor dat het volk ging twijfelen. One of the most powerful temptations. Een van de meest hevigste that Satan brings against God's people. Die Satan dus richt op Gods volk. It's not always lust. Is niet altijd lust or passion of passie. It is the temptation to doubt. Maar het is de verleiding om te twijfelen. What God's word says. Aan Gods woord. In the face of appearances. En dat door het idee te geven van dingen die appearance. In the face of apparent trials that seem to bombard you. Ja, dus dingen die lijken op iets en die dus dan overdonderen. The issue is to make you believe that God does not love you. En Satan die wil ons zover brengen, het idee ingeven dat God niet van ons houdt. That somehow God has forsaken you. Dat God op een of andere manier ons verlaten heeft. A friend will come along and say, well, you know, I don't know why you're going through all these problems. Maybe you maybe you somehow caused God to turn away from you. Een vriend zal misschien met je spreken en zal misschien ooit durven te zeggen, ja. Ik weet niet waarom je die problemen hebt. Misschien heeft God zich van je afgekeerd. What is the issue? Wat is nou werkelijk het probleem? To cause you to doubt. Om je zo ver te brengen dat je gaat twijfelen. You've gone through a very devastating situation. Je gaat door een hele moeilijke situatie. You begin to question, should I remain a Christian?
En vragen beginnen op te komen van, wil ik misschien wel christen blijven? Maybe I need to stop going to church on Sabbath. Misschien moet ik ermee stoppen om op zaterdag naar de kerk te gaan. Ever since I became an Adventist, I can't get a job. Sinds ik Adventist ben, kom ik niet aan werk. But when I was keeping Sunday, I had a job on. Maar toen ik zondag hield, toen had ik altijd werk. This way is too hard. Deze weg is te hard. Where is the blessing? Waar is de zegen? In doing this. Oh, door goed te doen. I hear them quote, blessed are they that do his commandments. De Bijbel zegt, gezegend zijn zij die zijn geboden bewaren. But it seems like trials on all they who do his commandments. Maar ik zie alleen maar dat er moeilijkheden zijn voor hen die de geboden bewaren. That's, but what the devil has done at that point. Maar wat heeft de duivel dan op dat ogenblik gedaan? Because in that moment when your head is covered with trials. Want op dat moment wanneer ons hoofd vol is van moeilijkheden. You can't see. Kunnen we niet meer helder zien? You can't see. Zien kun je niet meer. And so you begin to think that God has forsaken you. En kun je de gedachte dus voeden dat Christus ons verlaten heeft. Or that you should not be doing this. En dit is dus iets wat we niet moeten doen. You should not be this Christian. Zo'n Christen moeten wij niet zijn. Zo'n Adventist moeten wij niet zijn. And makes you, he calls doubt. Want twijfel. He casts doubt in Eve's mind. En hij, want hij zaaide twijfel in de denken van Eva. Have God not said? Heeft God niet gezegd? He comes to you and me the same way. En op dezelfde manier komt hij tot ons. Have God not said? Heeft God niet gezegd? It's not gonna bother you. Dat het je niet zal, zal uitlaten. You can handle it. Je kunt er mee omgaan. Just go ahead. Ga maar je gang. The Lord said he'll never forsake you. De Heer zegt dat hij je niet zal verlaten. You can handle it. Je kunt het wel aan. Two things here. Twee. It is true. The Lord said he'll never forsake you. Het klopt. De Bijbel zegt hij zal ons niet verlaten. But it is never true. Maar het is nooit waar. No matter how intellectually strong you think you are. Intellectueel wil we ook zijn. That you can handle it. Dat we kunnen, dat we ermee kunnen omgaan. Adam and Eve tried to handle it. Adam en Eva probeerden er. Ja, maar ze faalden. In times past you've tried to handle it. En ook in de wij hebben vaak zelf geprobeerd. And you fail. En ook gefaald. Again and again and again. Keer op keer. Why? Waarom? Because you thought. Omdat wij liepen met de gedachte. You believed in God. Dat je wel in God geloofde. You didn't have to really depend on the promise. Dat we niet hoefden ons hoefden afhankelijk te stellen van. And you assumed. En we namen aan. That God would be with you. Dat God met ons zou zijn. While you did everything in your own strength. Terwijl we alles in onze eigen kracht deden. And you thought. En we dachten. Because I'm a believer. Dat ik, omdat ik gelovige ben. God is with me. Dat God met mij is. But you claim no promise. Maar geen enkele belofte werd geklaard. You confessed no sin. En gezonde werd niet beleden. You did not search your heart. En onderzoek van hart werd nagedaan. You assumed that God would be with you. En de aanname werd gedaan. And when it failed. En toen valde. And you failed. En wij, u en ik valden. You said you blame God. Werd God soms ook nog als schuldig aangewezen. You rose up in your bedroom and in your living room and said, God, you did this to me. Soms wordt wel eens gezegd dat God ons dit aandoet. You questioned and said, God, where are you? En soms worden vragen nog wel eens gesteld, God, waar bent u? When God had nothing to do with it. Terwijl God er niets mee te maken had. You failed to meet the conditions by which your blessing could come. Wij faalden om te voldoen aan de voorwaarden waarop zegeningen volgen. And instead of acknowledging that. En in plaats dat we dat dus erkennen. You got mad at God. Kwam boosheid tegenover God. You got mad with religion. En boosheid voor religie. And you decide to cast it all off.
En daar besloten alles op te geven. And turn against your own brethren. En zich te keren tegen je eigen broeders en zusters. And sisters. And said that this doesn't work. En zeggen dat dit niet werkt. As though God was impotent. Alsof het aan God ligt en hij. And as though God had no power. En God geen macht had. When all along. Terwijl. You did not meet the condition. Wij niet voldeden aan de voorwaarden. By which the blessing could come. Waardoor de zegen kon komen. Because you doubted. Omdat twijfel een rol speelt. Put on the armor of what? Light. Laten wij het de wapenrusting. The light is the word of God. Het licht is het woord van God. When you're tempted, you must put on that armor. And when you're tempted, you must put on, you must pull up those promises. Wanneer we dus verleid worden, moeten we de wapenrusting tevoorschijn halen en de belofte claimen. When you pray and asking God for something, you must meet the condition again and say, Lord, search me, point out my sins, show me what I'm doing wrong, that I might receive the blessing that I need. Wanneer we God dus opzoeken, moeten we God vragen, Heer, wilt u mij tonen wat ik verkeerd heb? En wilt u mij laten zien wat ik nodig heb? It is better to be cautious and clear with God than to be presumptuous and ambitious. Het is beter om voorzichtig te zijn en terughoudend in onze relatie met God dan ambitieus en heel vrij. How many times have I wondered why God, why your prayers are delayed? Vraag me eens af waarom onze gebeden eigenlijk vertraagd zijn. But you never analyze what you were praying for and were you really meeting the conditions by which that prayer could be answered. En hebben we ons niet afgevraagd of we wel of niet voldeden aan de voorwaarden. And then how many times have you prayed? En hoe vaak hebben we niet gebeden? And had aught against someone else. En hadden we dus waren we vijandschap met iemand. And did not realize your prayers were delayed because of your attitude towards a brother or a sister in the church. Dat onze gebeden verstoord worden of niet geantwoord worden vanwege oneenigheid met een broeder or with a family member. Of met een familielid. And only when you get it right. En alleen als we goed doen, does God turn around and answer you. Draait, keert God zich naar ons toe en geeft die antwoord. Sickness and disease and mental illness sometimes. Ziektes en ja, mentale kwalen. Is developed because you hate your mother. Zijn soms het gevolg om van het haten van je moeder. You hate your father. Of het haten van je vader. You hate what someone else did to you. Of omdat je haat hebt voor iets. Wat voor iemand iets die je iets aangedaan heeft. Or you were molested when you were a child and you know you couldn't tell anybody and you were just balled up with hatred, with a vindictive spirit from time to time. Of dat vanwege misbruik dat je als kind hebt meegemaakt een enorme haat hebt gekregen dat je niet durft te uiten. All these affect your imaginations. En al deze dingen beïnvloeden onze verbeelding. They affect your thoughts in your relationship of holding communion with God. En onze gedachten worden hierdoor beïnvloed in onze relatie en gemeenschap met God. That's why God said, casting all your cares upon Him. Daarom zegt God ook, laten we al onze zorgen op Hem. Because only when you pull, go inside and search your heart and pull it out and cast it at Jesus' feet, can you be free. Want alleen als wij afleggen en afleggen aan de voeten van Christus, kunnen we vrij zijn. You gotta let things go that you've been holding on for 10 years, 20 years, 30 years, and it stopped your Christian growth, it stopped you from developing, it stopped you from being where you should be, it stopped your prosperity. En we moeten afstand nemen, afleggen de dingen waar we jaren mee hebben gezeten. Dat uiteindelijk ons weer hield dat we succesvol waren en vooruitgang boekten. You're hurting because you have not let go. Pijn is gebleven omdat we nog niet geleerd hebben. You have not fallen. You have not fallen from the rock and been broken. Vallen op de rots en gebroken worden is even goed laten. You have not fallen upon Jesus. Vallen op Jezus.
And only when you fall upon Jesus. En alleen als op Christus vallen. And broken. En gebroken worden. Will God change everything in your life. Zal God alles in ons leven veranderen. Jesus longs to change our lives. Jezus ziet ernaar uit om ons leven te veranderen. And give us joy. En ons vreugde te geven. And cheerfulness. En blijdschap. As a Christian, we won't always be bubbly. Als Christen moeten we niet altijd neerslachtig zijn. But there will be this calm, cheerful spirit. Oké, okay. Dus als Christen hoef je niet altijd, hoe zeg ik, uitspattend, overdreven blijdschap te hebben, maar je zult altijd kalm zijn. And with it a peace. En een bepaalde vrede bezitten. That does pass all understanding. Die alle begrip overstijgt. This is what armor of God is talking about. Dit is waar de wapenrusting van God over spreekt. Because what are we describing? Wat beschrijven we hier? You in Christ. U in Christus. Christ in you. Christus in u. You don't believe? Gelooft het niet? What else is wrong? Wat is nog meer? Look at 2 Corinthians 6:6-7. De wapenrusting, 2 Korinthe 6. The Bible says, 2 Corinthians 6, verse 6 and 7, by pureness, in reinheid, by knowledge, in kennis, by long suffering, in geduld, by kindness, in vriendelijkheid, by the Holy Ghost, in de Heilige Geest, by love unformed, in ongeveinsde liefde, by the word of truth, in het woord van de waarheid, by the power of God, in de kracht van God. By the armor of righteousness. Door de wapens van de gerechtigheid. On the right hand. Aan de rechter. And on the left. En aan de linkerzijde. What type of armor? Wat voor wapens? Armor of righteousness. Wapens van gerechtigheid. So the armor is righteousness now. Dus de wapenrusting omvat gerechtigheid. But the armor was light. Maar de wapenrusting was ook licht. And so many times. We found out early on in our studies that righteousness is the law of God. Mm-hmm. Al eerder hebben we vastgesteld dat de gerechtigheid de wet van God is. The commandments. De geboden. Righteousness is the word of God. Gerechtigheid is het woord van God. But righteousness is also the character of Christ. Maar het gaat ook om het karakter van Christus. For Christ is our righteousness. Want Christus is onze gerechtigheid. Jeremiah chapter 23. Jeremia 23. The Bible tells you again. Daar zegt de Bijbel. Here. Jeremiah 23. Jeremia 23. Verse 3. Vers 3. I'm sorry, 23. Verse 6. Vers 6. In his days Judah shall be saved. In zijn dagen zal Judah verlost worden. And Israel shall dwell safely. En Israël onbezorgd wonen. And this is his name whereby he shall be called. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal. The Lord our righteousness. Heer onze gerechtigheid. What is he? Wat is hij? Our righteousness. Onze gerechtigheid. So this armor. Deze wapen. Deals with character. Heeft te maken met karakter. This armor. Deze wapenrusting requires thoughts and feelings to be brought into captivity. Heeft te maken met gedachten en gevoelens die in gevangenschap gevoerd moeten worden. Why? Waarom? Because we wrestle not with flesh and blood. Omdat we niet vechten tegen vlees en bloed. Well, who are we wrestling with? Met wie vechten we dan? Tegen wie vechten we? Turn to Revelation chapter 12. Well, laten we gaan naar Openbaring hoofdstuk 12. Let's look at verses 7 through 9 together. Vers 7 tot 9. I'm going to show you some clips in a few moments. We gaan straks een aantal beelden zien. The Bible says, Openbaring 12. And there was war in heaven. En er was oorlog in de hemel. And Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought against his angels. En Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. And prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out onto the earth, and his angels were cast out with him. Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt. Die de hele wereld misleidt.
En hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. So who has invaded our planet? Wie heeft onze aarde dus, dus daar beslag op gelegd? Who is the real E.T.? Wie is eigenlijk de echte, E.T.? The devil and his angels. De duivel en zijn engelen. The Bible said they are real. De Bijbel zegt dat ze waar echt zijn. The Bible said you must have armor on to stand against him and his angels. En de Bijbel zegt dat we een wapenrusting moeten hebben om weerstand te kunnen bieden tegen hem en zijn engelen. You don't believe it? Geloof je dat niet? 1 Peter 5, 8. Laten we gaan naar 1 Petrus 5, vers 8. 1 Peter 5, 8. 1 Petrus 5, vers 8. In 1 Peter 5, 8, the Bible tells you again. Daar zegt de Bijbel nogmaals. Be sober. Wees nuchter. Be diligent. En waakzaam. For your adversary the devil is a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. Want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. What is he called? Wat wordt hij genoemd? Your adversary. Hij wordt onze tegenpartij genoemd. So you're not in war. Dus we bevinden ons niet in de oorlog. So you believe you go home and nothing, you don't have to worry about anything. Dus wij denken dat we ons nergens druk om hoeven te maken als we naar huis gaan. If the devil and his angels are not doing anything to you, als de duivel en zijn engelen ons niets aandoen, or trying to give you trial or hard time or anything like that, of ons moeilijkheden te bezorgen, chances are they're not good because they're not worried about you. Is de kans groot dat ze zich geen zorgen om je maken. Only when you get ready to do the work of God. Alleen als je bereid bent het woord van God te doen. Do you start experiencing the devil and his angels? Wordt de duivel en zijn engelen die zul je ervaren. When you make a decision to follow Jesus and you want to keep his commandments, that's when you start experiencing the how real the devil and his angels get. Om God te dienen en zijn geboden te gehoorzamen, dan pas wordt aan de lijf ondervonden wat inhoud. When you're in the field witnessing, and suddenly you're passing out tracts, and suddenly people say, you can't pass out tracts here. What are you doing here? And you receive all this opposition. Suddenly. Of wanneer je aan het bezig bent met volgen of voor God te werken, en opeens komt er heel veel weerstand. Not only opposition in the world. Niet alleen weerstand vanuit de wereld. But opposition even in the church. Maar ook vanuit de kerk. Because you decide to do the will of God. Omdat het besluit genomen is de wil van God te doen. So the Bible says this devil and his angels are real. De Bijbel zegt dat de duivel en zijn engelen waar echt zijn. Now Paul said, put on the whole armor of God. And what's the first armor Paul tells you to put on? Paulus die spreekt dus over het aandoen van de wapens van God. En wat is de eerste wapen? Look what he said. We gaan kijken. He says, stand therefore. Hij zegt, sta, zo nu. Having your loins girded about your truth. We gaan dus naar Filippenzen 6. Efeze 6. What are loins? Je lendenen, die moeten we omgoorden. What are loins? Hou dan staan, uw middel omgoord met de baard. This is an anatomy class. The mind. Anatomie class. Now let's see that. This is an anatomy and physiology lesson. You can see us in a anatomy. The loins are in two places. Dus de middel bevindt zich op twee plaatsen. The devil is going to attack you in one place to affect the other ones. Hij doet de aanval op het ene gedeelte om uiteindelijk de macht te krijgen over het andere gedeelte. Go with me in your Bibles for a moment. Laten we even gaan naar Genesis 35. Genesis 35, vers 11. The Bible says, zegt de Bijbel, it says, and God said to him, I am God Almighty, be fruitful and multiply, a nation and a country nation shall be of thee, and kings shall come out of thy loins. Verder zei God tegen hem, ik ben God, de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan. Koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Where are the kings coming from? Uit de lendenen. Deze vertaling heeft ook adresatie volgens mij. En dat staat dus van lendenen. In een anatomy class.
In een klas van anatomie en fysiologie. The loins are between the hip and the thigh. De lenden bevinden zich tussen de heup en de dijen. In the area of procreation. Het is zeg maar het gebied van de voortplanting. Is the area of reproduction. Ja, voortplanting, de voortplantingsorganen. It is the area of sexual reproduction. Seksuele reproductie. Now, the Bible says. De Bijbel zegt dus hier. That Satan. Dat Satan. God says the first place you must gird yourselves as young people. De eerste plaats die we als jonge mensen moeten bewaren. As young adults. Bewaken als jonge volwassenen. As senior young people. En ook als senioren, jonge mensen. Because no matter how old you get, sin is sin. En hoe oud je ook bent, zonde blijft zonde. And if you notice from the time you were young to the time you get older, the sin doesn't change. En als je zult merken dat of je nou jong of oud bent, zonde verandert niet. The only thing changed was you. Het enige wat veranderd zijn wij. And in many cases you start realizing I'm too old to be doing this, okay? En vaak denk je van ik te oud om zulke dingen te doen. I just want you to see what sin does. Dan we krijgen een beetje een besef van wat zonde doet. But go to 1 Peter 1:13. Nu gaan we naar 1 Petrus 1 vers 13. The Bible says, wherefore gird up the loins of your mind. 1 Petrus 1 vers 13. Be sober. Daar staat. And hope unto the end. Omgoort daarom de lendenen van For the grace of God is brought unto you in the revelation of Jesus Christ. Omgoort daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. De Bijbel zegt dat Satan is going to attack you and me. U en mij zal aanvallen. And the first place is going to hit us. En het eerste waar hij dus een aanval op richt. The first place, this is your brain. Zeg maar, dit is je brein. Frontal lobe. This is frontal lobe. Dit is dus de frontale kap. This is the area of choice. Dat is het gebied van de keuze. Or decision. Of besluitneming voor me. The Bible says. De Bijbel zegt. Satan. Satan is going to hit you. Die zal ons in your loins, in je lendenen aanvallen. He can't hit you here. Hij kan je niet bij de besluitvorming. Dat is zozeer. But he's going to attack you here. Hij zal de aanval daar richten. This is the limbic system. Het lymfatische systeem. In the limbic system is the area of aggression. En dat systeem, dat huishoudt dus het gebied van om agressie te controleren. Anger. Kwaadheid. Sexual pleasure. En seksueel genot. Dat is daar dus operatief. The Bible says Satan, Satan is going to hit you here. Die vuurt zijn pijlen af dus op dat gebied in de hersenen. To affect you. Om je dus te Here. Beïnvloeden daar. Bij de, ja. He's gonna do things that will affect your mind. Hij bedenkt dus dingen die ons denken beïnvloeden, aanspreken. Affect your imaginations. En ons denken of ons de verbeelding dus beïnvloeden. And thought processes. En gedachteprocessen. This is how he's coming at you. En dit is hoe hij dus de aanval op ons heeft. Once he affects your mind. Want op het moment dat hij dus beslag heeft op het denken. And your thought process. En de gedachtenvorming. He knows that you will never achieve in developing the character of Christ. Weet hij dat we er niet in zullen slagen het karakter van Christus te ontwikkelen en te vormen. So he brings music. Dus hij komt met muziek. And movies. En films. To affect and to awaken. Om het denken te beïnvloeden en bepaalde dingen op te wekken. And to strengthen. En het te versterken. The lower nature. De lagere natuur. See, when Adam and Eve. Toen Adam en Eva. Were in the garden. In het Hof van Eden waren. They operated with the higher powers
waren de hogere krachten van het verstand. The high powers was the area of the frontal lobes. Dat is het gebied van de frontale kwab. And the intellect. En het intellect. Okay. Die waren dus the will. En de wil. The will is here too. The will and the intellect. But through temptation, through a fall. Dus in voor de zondeval was dat zeg maar. Adam and Eve lost this ability. Voelde dat de heerschappij, maar na de zondeval. They no longer operated from this standpoint. Na de zondeval opereerden ze niet meer vanuit dat uitgangspunt. The nature of man before his fall. De natuur van de mens voor zijn val. The nature. Dus de natuur van de mens. Is dealing with the mind. Heeft te maken met het denken. The mind of man before his fall. Het denken van de mens voor zijn will is de wil. His intellect. Zijn intellect. Overruled the overruled the lower powers of the mind. Overheerste de lagere driften of de lagere krachten van de denken. That's found in the limbic system. Die dus te vinden zit in ja zeg maar de kleine hersenen hier achterin. When man fell. Toen de mens faalde, before his fall, voor zijn val, the Adam, the nature of Adam was his mind overruled his higher powers, overruled his lower powers. Was het zo dat Adams ja hogere ja krachten, het denken overheerste de driften, de mens, de natuurlijke aard. After the fall, na de val, the lower powers of the mind, namelijk de lagere overruled the higher powers of the mind that deals with the will and the intellect and the power of reason correctly. Overheer, dus de driften begonnen dus besluitvorming en het intellect en de wil te overheersen. As a result, en als het resultaat of the lower ruling over the higher, waarbij het lagere heerst over het hogere, you have fallen. Dan krijg je te maken met wat men noemt de gevallen natuur. When Jesus will come, wanneer Jezus terugkomt, he will take on a fallen human nature. Kwam hij in de met de gevallen natuur op aarde? But through the power of the Holy Ghost, maar door de kracht van de Heilige Geest, his higher power, werden zijn hogere krachten, were strengthened. Versterkt through obedience of God and His Word, door geloof aan Gods woord, to bring the lower nature, om de lagere natuur, into subjection at all times, te onderwerpen te alle tijden. That same power, diezelfde kracht, is available for you and me, is dus beschikbaar voor u en voor mij. Now why? Waarom? I'm going to show you one day. Ik laat één ding zien. Just see something. All right. Let me give you an idea of something. We geven even een idee van iets. Why is it so important to us? Waarom is het zo belangrijk voor ons? Let's talk about movies for a moment. Laat het even hebben over films. All right, let's talk about movies when we get down to this point. Perhaps we'll talk about it again on that Saturday afternoon someplace. Misschien zaterdagmiddag gaan we er nog eens over hebben. But right now, what you see is just here. Right? Now, what you notice something here? We moeten even hier iets, dit goed waarnemen. Now, we don't wrestle what? We vechten dus niet met flesh and blood. Vlees en bloed. Among the most dangerous pleasures. Van een van de meest gevaarlijkste manieren van plezier. Now on the board, maar, what part of the body is bodily affected by fear? Welk deel van het denken wordt beïnvloed door theater? What power of the body is going to be affected by fear? Welk deel van de hersenen zijn hierbij betrokken? The lower part of the body. Dus het lagere gedeelte van het lichaam. Lower part of the body, physically, fysiek gezien, is the area of reproduction. Is dat gebied waar wij dus ons voortplanten. Your sexual organs. Dus de voortplantingsorganen. Mentally, mentaal, it's not here.
is niet hier. It's here. Maar hier vindt het plaats. This in de hersenen. Is a lower nature in the mind. Dus de lagere driften die ontstaan onder andere hier in and de hersenen. Certain movies. En als we bepaalde films geïnteresseerd music of muziek beluisterd wordt. That music and movies will overthrow. Zal die muziek en films zullen dus alles omverwerpen. Your will. Waar het gaat om je wil. Your reasoning. Je de gelegenheid om te redeneren. And weaken your intellectual power. En het zal dus de intellectuele krachten om dingen te onderscheiden zal dus afzwakken. Among the most dangerous resorts of pleasure is a theater. Want dus onder de meest gevaarlijkste vormen van amusement en de tijdverdrijf is het theater. Instead of it being a school of morality and virtue. In plaats dat het een school is, in moraliteit en goede dingen te leren, zoals vaak gesteld wordt, is the very hotbed of immorality. Is het eigenlijk het bolwerk van immoraliteit, vicious habits, en verkeerde gewoonten, and sinful propensities, en zondige neigingen, are strengthened, worden versterkt. And confirmed by these entertainments. En nog eens bevestigd door deze vormen van vermaak. This is the music now. Low songs. Dus eigenlijk laaghartige liederen. Low songs mean songs that degrade but do not uplift and strengthen you. Dat zijn liederen. Iemand niet dus mentaal en geestelijk verheffen, maar eigenlijk verlagen. Like a lot of rap music is just so low. En heel veel van de rapmuziek onder andere en andere muzieksvormen. With the voodoo beat, the whole time. Met het voodoo ritme. Listen, low songs, lewd gestures, expressions and attitudes. Uitdrukkingen, houdingen. Deprave the imagination. Dus infecteren en maken de verbeelding stuk. What are movies affecting? En wat doen de films dus met ons denken? The imagination. En de verbeelding. What does that mean for you as a Christian? Wat houdt het in voor ons als christenen? It means you will lose, but you won't have the power. De kracht om je dingen te verbeelden. Against principalities. Oh. Dus je verliest daarmee de kracht om je te verzetten tegen overheden. Listen, depraving the imagination, debase the morals. Every youth who habitually attends such exhibitions will be corrupt in principle. De zuster Meid zegt dat ieder jeugdlid die zich uit gewoonte of gewoon met regelmatig daarheen gegaan is, die zal dus qua principes niet goed zijn. For years, families and young people attend the theater. Jarenlang hebben ouders samen met jonge kinderen het theater bezocht. From the black and white movies back in the early years to the color film action movies. Het begon met de zwart-wit films in vroeger en dat is nu full 3D geworden. Many watched silent movies back in the early years. Toen de tijd keek men heel vaak naar stille of stomme films. But what were silent movies about? Wat waren dit soort films? Waar ging het om? You got some? Okay, I just want you to know what she said. What were they doing? Wat zegt ze? These are people who you watch on TV. Dit zijn dus de acteurs waarnaar gekeken wordt. Who you watch on the movie screen. Die op het beeldscherm bekeken worden. Listen what the actors and actresses were doing. Dit is wat de acteurs deden. To get movies, to make films. Om films te maken. Every night Natasha would hold a seance calling for help from the spirit world. Dus elke avond had Natasha als het ware een vergadering bij om de hulp van een geest in te schakelen. What spirits does she call him? Van wat voor geest roept ze dan? The devil and his angels. De duivel en zijn engelen. It says here, then with pen, pencil and paper in hand, she would go into a trance and start writing. En dan met pen en papier in de hand belandde ze in een trance en begon ze met schrijven. In occult teachings, this is called automatic writing. En in occulte kringen wordt dit genoemd automatisch schrijven. Let's go a little closer. Laten we verder gaan. Okay. So we're gonna go.
many place themselves on the enchanted ground, frequenting the scenes of amusement. Vele plaatsen zich op verleidelijke grond door frequent of vaak plaatsen van vermaak op te zoeken. Where fallen spirits congregate. Waar gevallen geesten vergadering houden. What does congregate mean? Wat houdt het in dat woord? They assemble or hang out. Ze komen, daar houden ze bijeenkomsten. Can you imagine that? Kunnen we ons dat voorstellen? The devil and his angels have places where they hang out. De duivel en zijn engelen hebben plaatsen waar ze bijeenkomen. Professing Christian. Dus beleidende christenen. When you resort to the theater. Wanneer je naar het theater gaat. Remember Satan is there. Onthoud dat Satan daar is. Conducting the play. En dat hij dus eigenlijk de hoofdrol neemt. As the master actor. En de hoofdrol op zich neemt als de hoofdacteur of de He is there to excite passion and glorify vice. Hij is daar om passie dus te versterken en verkeerde dingen te verheerlijken. The very atmosphere is permeated with licentiousness. En de hele atmosfeer is van zichzelf al licht. This is actor Denzel Washington. This is the actor Denzel Washington. This is the old one. I'm just trying to give you an update. But this is an old fragment. But this is what he said. But this is what I said about his acting. Over zijn acteerwerk. How he did his best performance. Hoe hij zijn beste acteerwerk deed. At the Race for his best performances. Basically what I did was, got on my knees, came up to the knees, and sort of communicated with the spirits. What did he say? And then he says, when he came out, listen. And when I came out, I was in charge. Pharaoh was there. God was saying, I couldn't have acted that. I couldn't have written that down and made a decision to play that. What do you think? So, we gotta find. We vinden dus uit. As we do things. Final point I want to show you, and you'll get it. This last bit of the last year. Because it was the story of a Seventh-day Adventist whose name was Desmond Doss. Omdat die film ging over een Adventist, een bekende genaamd Desmond Doss. And many Adventists got excited. En heel veel Adventisten werden hier enthousiast over. And they said, you know what? I don't go to movies, but I'm going to see this one. En heel veel Adventisten besloten, weet je wat? Ik kijk geen films, maar deze wil ik toch echt zien. Because it's a true story. Omdat het gebaseerd is op een waar verhaal. And Desmond Doss was a World War II conscious objective medic. En Desmond Doss was iemand die opstond voor zijn geloof. Who saved 75 of his soldiers during the battle in World War II in Okinawa. Die 75 van zijn collega-soldaten gered heeft in de strijd. But what you did not know. Maar wat we niet wisten is dat. Is that it was full of spiritualism. Dat de film zelf vol zat met occultisme. What do you mean? Hoe, wat bedoel je? Let's take a look. Laten we kijken. Oh, you had your lunch. Recently I put out a couple videos documenting the dangers of Hollywood and spiritualism. One on Jim Carrey and another on Oprah Winfrey, which are both available on my YouTube channel. The purpose of these videos has been to show clearly and without doubt that many actors and actresses in Hollywood are admittedly opening their minds up and allowing spirits to enter into them. Many believe that they are allowing dead people to come into them so that they can do these amazing performances. Look what Oprah says. Check what Oprah here says. She has come to know each of them and calls them in at will. Ze zegt dat ze bekend raakte met iedere van alle geesten en dat ze nu she can communicate with the dead. Kan ze communiceren met de doden? And call any dead spirit she wants. En wanneer ze haar wil,
kan ze dus dode geesten oproepen. Dit is wat ze claimt. But the Bible says what? The living know that they shall die, but the dead nor any. Maar de Bijbel zegt dat de levenden weten dat ze sterven zullen, maar de doden weten niets. But she said to guide her in her work. Maar zij beweert dat die doden, overlevenden, haar leiden in haar werk. But for the dead, there's no work, no device, no wisdom, no knowledge for the grave. Maar voor de doden is er geen werk, geen overdenking, is er niets om te doen. Right? But the Bible has clearly told us that the dead know not anything. Ecclesiastes 9, verse 5. And so, as has been previously documented, even out of their own mouths, they've been telling us that a spirit is guiding and inhabiting their bodies when they're doing these performances. The Bible says that Babylon is a habitation of devils, and these spirits of devils are seeking to inhabit many in the movie industry. But some have believed them to be just dead people. Could you channel any of his characters as you played us? This is Michael B. Jordan, who played in the movie Black Panther. This is Michael B. Jordan, the actor who played in the film The Black Panther. And also The Fruitful Vale Station. And also the other film, The Fruitful Station. And he's going to tell you now how he does his best acting. And he vertelt ons hier hoe hij gekomen is tot zijn beste acteerwerk. By now, I don't know if Oscar is his own thing. You know, I pray about the Oscar door of this. You know, I ask for his guys to be around me, like, to shoot in this film. So, I mean, I can't give any credit to anybody but Oscar. And, the Oscar he's talking about, the guy is dead. Dus de Oscar, de persoon waar we over praat, is inmiddels dood. Whose character he won a global war for. En hij speelde dus zijn karakter, en daarvoor won hij ook trouwens een award voor. And they say they pray to the dead. En hij zegt dat hij tot die dode persoon bad possession om bezit van hem te nemen. And speak to him. En tot hem te spreken. So they can live out their life again and act out the performance. Zodat die persoon weer zijn leven kan uitleven in die acteur om om iets te presteren, om het scène te maken. Yeah, I would pray. You know, I would channel his energy. I would just ask him to be around. That there was a particularly profound moment where I. This is Andrew Garfield, who played the amazing Spider-Man. This is dus Andrew Garfield, and he played the role of Spider-Man. He also played a movie called Silence. And he played also in a film called Stillness. Where he took on the role of a Catholic Jesuit priest and went through the exercise of Ignatius Loyola. Waarbij hij dus de rol op zich nam van een katholieke priester. En dan, toen moest hij ook de oog van Ignatius Loyola. But toen zijn dus voor naast doen, naast spelen. But his most famous role was Hacksaw Ridge, where he played Desmond Doss. Maar een van zijn meest bekende rollen was toen hij in de film Hacksaw Ridge Desmond Doss moest spelen. I want you to listen for a few moments what he says, because he's talking about Hacksaw Ridge here. Dus hier praat hij over de film waarin hij de Adventist nadoet. En we went to Chattanooga, Tennessee, which is where Desmond eventually retired and passed away. And I went onto his old property and went into his old woodshed and handled his tools and walked around the lake that he would walk around. And it was, I spent a day there just kind of praying and asking, like, just guide me through this. If you can hear me, tell me what to do, tell me how to move, tell me how to speak, tell me how to behave, and I'll do whatever you say. So there was a strange, mysterious spirituality going on around the making of this film. Mel Gibson put out the movie Braveheart. Braveheart. And the Passion of the Christ. Mel Gibson was very familiar with the same thing. He's been training that boy. And the jongen is getraind. Hij is zelf ook getraind. Now this is Desmond Doss. This is the echte Desmond Doss. We'll say 75 is in it. Desmond Doss, a Seventh-day Adventist, served as a combat medic with an infantry company in World War II, but further distinguished himself in the Battle of Okinawa by saving 75 men and becoming the only conscientious objector to receive the Medal of Honor for his actions during the Second World War. His life has been the subject of books and also a documentary called The Conscientious Objector, and recently the subject of the critically acclaimed movie about his heroics called Hacksaw Ridge. Desmond Doss has been dead since 2005 and knows not anything, according to Ecclesiastes chapter 9 and verse 5 of the Bible, but it is not possible for Desmond to inhabit anyone.
Hacksaw Ridge was directed by Mel Gibson, a professing Catholic who needs our prayers. He is also the director of the highly acclaimed film Passion of the Christ, probably the most publicized movie of Christ of all time. The actor who portrayed Desmond Dawson in the movie Hacksaw Ridge was Andrew Garfield, who also starred in the Amazing Spider-Man movie. Another recent movie that Andrew Garfield starred in is a movie called Silence, which is a movie where Andrew portrayed a Jesuit priest. These two Jesuits, the year Adam Driver played, these two Jesuits were deeply tested, you know, their faith is deeply tested, because they were captured by the Japanese who were trying to rid Japan of Christians at the time. Did you study to be a Jesuit? I studied with a mutual friend of ours. Father James Martin, who was the chaplain of the Palmer Nation. And someone that I love as dearly as you seem to. And he, I studied with him for a year, and I went through the Ignatian spiritual exercises. Why did Andrew Garfield study with Father Martin for a year? It is what is called method acting. An actor, and actually I found out that Stanislavski, who invented modern acting, the method of modern acting that resulted in the American method and everything after that, was deeply inspired by St. Ignatius' spiritual exercises, so I felt kind of right at home. Many actors have went through these types. Because it says that, okay, what did I say? Loyola. Viola. PG College, Department of Mass Communication. This is in India, all Indian students and film festival. Focus 2012, real version. In other words, they acting, the acting that many of the actors and actresses are going through, they go through either the Ignatius or all the exercises, or they go through the guiding Solaski. Exercises, which are the same exercises where they begin to call on the spirits to help them to act. And the one who really has the connection later becomes usually a superstar. Dus een heleboel van deze acteurs die gaan door methodiek of oefeningen die teruggaan naar de beginselen van Loyola, dus Jesuiten, of van Blavatsky. Maar het zijn allerlei oefeningen. En zij die dus het beste zijn daarin, of zij die de meest nauwe band krijgen met het occultisme, die worden de grote superster. So you're going to see that this is the issue. For instance, Keanu Reeves. Keanu Reeves. Another actor that was recently, a couple of them are very famous right now. Tom Cruise. Tom Cruise. Church of Scientology. Hij is van de kerk van de, de Scientology. With L. Ron Hubbard and Aleister Crowley. Maar, en dat werd gestart door L. Ron Hubbard en Aleister Crowley. And Aleister Crowley said the best way to be an actor is to call on the spirit. En hij zegt de beste manier om een acteur te zijn is om de geest op te roepen. On the point. The processes, and we will examine it as we continue. But it all comes from Jesuit theater, and as Aleister Crowley said, acting. The Jesuits were the inventor of theater. Jesuiten zijn de bedenker geweest van het theater. Of acting, but also theater. Van het acteerwerk, maar ook van het theaterwerk. But a lot of people don't know it. Maar veel mensen weten dat niet. And that's why they have a major. That's why they have a major control of the Hollywood industry. En daarom hebben ze zoveel controle op de industrie, Hollywood, de filmindustrie. And music industry. En de muziekindustrie. But they come under the organization of Illuminati. Maar ze komen allemaal weg van de organisatie, de Illuminati. And then from Illuminati they go, they spread out to Freemasons. En van de Illuminati krijg je vertakkingen uiteindelijk dat... Vrijmetselarij. And many other secret organizations. En vele andere geheime organisaties. But at the head, maar aan de kop, aan het hoofd, is the Jesuit order. Stond of staat de Jesuïte orde. Behind all the scenes. Achter alle schermen, achter alle scènes. It is the fastest way to become inhabited by a demon. The order of the Jesuits was created at the time when the Protestant Reformation was shaping up. While Martin Luther was protesting the evils of Catholicism, there was another man named Ignatius Loyola who established the Jesuit order, also known as the Society of Jesus. Both of them were monks, the difference being that Loyola, instead of confessing his sins and forsaking them, suppressed them to the point where the voice of conscience and the voice of God was no longer heard in the soul. Jesuit common practice is to close the mind to the voice of conscience. Samuel Morse, who invented the telegraph and Morse code, and was also a close friend of Abraham Lincoln, said, "And do Americans need to be told what Jesuits are?
If any are ignorant, let them inform themselves of their history without delay. No time is to be lost. A sort of Masonic order with super added features of revolting odiousness and 1,000 times more dangerous. They are about in all your society. They can assume any character, that of angels of light or ministers of darkness, to accomplish their one great end, the service upon which they are sent. Whatever that service may be, bound to no family, community, or country by the ordinary ties which bind men and sold for life to the cause of the Roman Pontiff. Abraham Lincoln, regarding the American Civil War of 1861 to 65, said, "The war would never have been possible without the sinister influence of the Jesuits." We learn from J.E. Shepherd, a Canadian historian, between 1555 and 1931, the Society of Jesus was expelled from at least 83 countries, city-states, and cities for engaging in political intrigue and subversion plots against the welfare of the state, according to the records of a Jesuit priest of repute, Thomas J. Campbell. Practically every instance of expulsion was for political intrigue, political infiltration, political subversion, and inciting to political insurrection. John Adams, the second president of the United States, said this: "But my history of the Jesuits is not eloquently written, but it is supported by unquestionable authorities and is very particular and very horrible. Their restoration in 1814 by Pope Pius VII is indeed a step toward darkness, cruelty, despotism, and death. I do not like the appearance of the Jesuits. Ever there was a body of men who merited eternal damnation on earth and in hell, it is the Society of Ignatius de Loyola." Did you study to be a Jesuit? I studied with him for a year, and I went through the Ignatian spiritual exercises. The Jesuits have been known as the most cruel and powerful of all backers of popery, cut off from earthly ties and human interests, their reason and conscience wholly silenced. What is their inspiration? Satan, and the practice of emptying oneself and allowing a spirit to inhabit and use them, is the origin of method acting. What today is known as contemplative prayer and spiritual formation or spiritual exercises, emptying oneself, some might call it, is all done in an effort to receive spiritual power from on high. Has anyone fasted? Has anyone gone through like a fast or yeah? And it's a beautiful spiritual process because the idea is you empty out in order for spirit to enter. Mm-hmm. As I discussed in previous videos, we have to stop here. We moeten hierbij laten. So if you want to know more, we'll have to another time. Een andere keer pakken we weer op. I'll let you know. But therefore, you must have a whole arm on. Daarom moeten wij de hele wapenrusting van God aandoen. People are, and it's the things you see. Now, if that's happening to the actor. Als dat al gebeurt met de acteurs. Then what's the influence upon you and I when you watch? Wat voor invloed heeft dat op u en mij die aan het kijken zijn? What spirit comes over us? En op welke geest roepen we zo op ons af? And what does that do to our imagination and our thoughts for the development of character? En wat doet dat met onze voorstelling, onze verbeelding, ons karakter uiteindelijk te vormen voor God? So the devil will attack the mind. Satan die richt zijn aanvallen op het denken. And if we're not careful, en als we niet voorzichtig zijn, over a period of time, zal over een bepaalde periode van de tijd slaves, slaven worden and the being of the devil is. En gehoorzamen op het denken van de duivel. Let's pray that God will keep us. Laten we daarom bidden dat God ons mag bewaren. Lord, help me to resist this temptation. Hoeveel mensen willen zeggen, Heere, wilt u mij helpen deze verleiding te weerstaan? Laat u daarom bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, thank you for the study of your word. We danken u voor de studie van uw woord. We ask for the presence of your Holy Spirit. En we bidden om de aanwezigheid van uw Heilige Geest. Help us remember these things. Wilt ons helpen deze dingen tot give us power against the devil that is angry. En wilt ons kracht geven tegen de duivel en zijn. Help us to bring our thoughts into captivity. En wilt ons helpen alle gedachten in gevangenschap te voeren. Help us to empty ourselves and die to self and sin. En ons eigen ik te sterven als zonde. We need the power and presence of your Holy Spirit.
hebben de aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest nodig zonder maat. We see people in the world, actors and actresses, yielding themselves over to the devil and his angels. We zien de acteurs in de wereld die zich overgeven aan de controle van de duivel en zijn engelen. Many of them do not know that they have become now hopeless slaves. En velen weten niet dat ze hulpeloze slaven zijn geworden. But only the power of God unto salvation, only Jesus can deliver them. En alleen de kracht van God, de liefde van God en de kracht van Jezus kan hen nog redden. But Lord, we must bring our thoughts into captivity that Christ may be seen in us as the hope of glory. Maar Heere Jezus, onze gedachten moeten eer onderworpen worden aan U, zodat de heerlijkheid van U gezien mag worden. Please help. En wilt u daarop alstublieft helpen? Please put a hedge about our children. En wilt u alstublieft onze kinderen bewaren? Lord, many a parent desires to protect their children from demonic activity and possession. Want vele ouders proberen hun kinderen te beschermen voor duivelse invloeden en bezetenheid. And we ask that holy angels that keep your commandments and that excel his men to draw near to protect them. En we bidden dat uw heilige engelen die overvloedig zijn in sterkte en uw geboden bewaren. En mogen bewaren. We thank you for hearing our prayers. En we danken voor het horen, van onze gebeden. And for the study of your word. En voor de studie van uw heilige woord. May we have the armor on. En dat we de wapenrusting aan mogen hebben. And may we gird up our loins. En onze lendenen mogen omgorden. In Jesus' name. In Jezus' naam bidden wij dit. Amen. Amen. Amen.